vamos. ¿Permiso? Internacional Solidarité. Voor internationale solidariteit. Dank u vriendelijk, beste vrienden, van harte welkom. Ik heb de eer te verwelkomen de heer Your Excellency Carlos Arroz Mena van de Embassy of Panama en de heer Johan Bereter Vide, als ik juist ben, van de consul van de ambassade van Argentinië, samen ook met ons gemeenteraadslid Rick Baten en de voorzitter van ons cultuurcentrum of gemeenschapscentrum, gemeenschapsraad, mevrouw Linda. Van harte welkom, beste sympathisanten. Ik mag u van harte welkom heten op deze vernissage in ons cultureel centrum De Maalvee, het cultureel leven van onze gemeente, waarin we nu ook deze ruimte hebben kunnen inrichten voor een tentoonstelling op initiatief van de vereniging NASCA. Normalmente, el teniente alcalde de la cultura flamenca les da la bienvenida en este espacio. Y saluda al señor agregado cultural de la Embajada Argentina, al embajador de la República de Panamá, que están presentes. In de eerste instantie wil ik zeker van de initiatiefnemer, samen met gesteund door de cultuurraad van de Maalvee, onze sympathieke artiste Leonor Pilagra van feliciteren voor haar inspanningen en haar werk. Ik wil u er nog aan herinneren dat u misschien nog zich herinneren dat zij vorig jaar nog bij de fameuze artiesten in Peru verzameld is geweest voor over de hele wereld, bijvoorbeeld met de president, waarbij ze ook ergens de ambassadrice geworden is van de cultuur van Peru in de wereld algemeen. Je veux trois mêmes. Alors, Leonor ne veut pas elle-même expliquer combien il faut la remercier d'abord d'avoir organisé ceci et de rappeler que l'année dernière, elle était au Pérou où elle a été reçue en tant qu'artiste et faut la féliciter là-bas. Et en fait, elle est allée porter un peu notre culture locale ici dans son pays d'origine. Van harte gefeliciteerd. Jongen, dat was het. Maar ik denk, ik sta dan ook op een zeker hier te mogen aanwezig zijn bij de opening van deze vernissage. Een vernissage van voornamelijk de fotografen die hier hun werken hebben tentoongesteld. Fotografen die eigenlijk allemaal de roots hebben in Argentina. Maar die ook hier lokaal in Brussel de zaken hebben weergegeven. En ik denk dat het ook niet alleen de opdracht is van kunstenaar is hun eigen innerlijk verstand door te geven, maar inderdaad op beeld te kunnen vastleggen van hoe zij de maatschappij zien, hoe zij inderdaad de beleving zien door de hele wereld. En ik denk dat hier ook een zeer mooie representatie is van de wereld van de Argentijnse dans. Y considera que es un y considera que es muy especial la presencia de fotógrafas y fotógrafos argentinos que están acá y sobre todo que es una ocasión de darles un espacio para exponer y está muy contento del nivel que tienen los artistas y sobre todo que tenemos una doble cultura y que está muy contento de recibirlos. Dus van, dan denk ik dat ik mag overgaan tot zeker het bedanken en verwelkomen van de artiesten. In eerste instantie geef een applaus voor Berta Cardozo. Tegelijkertijd ook een even groot applaus voor Monica Wezel. Ook voor traditionele fotograaf, die is niet aanwezig hier, die is weerhouden in. Buenos Aires. Hij is nog fotograaf. Hij heeft zich niet goed gekeken naar de agenda, hij is nog foto's aan het nemen. De volgende keer zullen we gekozen worden, maar ook aan hem. Van harte gefeliciteerd voor het werk. Ik vertegenwoordig. Van harte welkom. Gefeliciteerd ook voor de werk. Zo,
Ik zal hierbij ook rond afsluiten. De fotografen zullen verwacht worden ook ergens rond hun eigen werken te mogen staan. Ik denk, wie waar staat de hoek die daar somebody is going to represent, wat u nog hebt toe. Ik heb ook ahora mismo. Una breve presentación. Bueno, es una bailarina profesional de tango, malambo, folclore en Argentina, en Buenos Aires, y pasamos un buen tiempo haciendo un trabajo sobre, bueno, qué significa para nosotros, para los porteños, aunque yo ya veo que estoy muy influenciada por Bruselas. Very influenced by Brussels en mi trabajo, eso seguro. Y bueno, es eso, Fernanda es una bailarina de tango en la Catedral de Almagro, que es muy importante. Y bueno, además de eso, gracias. Thank you. Entonces, ¿qué son los tours que tienen el marco beige, encadrage beige? Dat zijn haar werken. Dan mag ik mevrouw Monica Wezel vragen haar werken. Bueno, las imágenes son de fotografía y otras que son de arte digital. En realidad, la persona que trabajó conmigo en la fotografía es un tanguero, un milonguero, se llama Claudio Pérgamo. Y bueno, tenemos también la pareja con la picada, que es la comidita que se hace entre medio de una danza y otra, en Argentina. Y luego, bueno, son todas obras de personajes célebres como Gardel o Piazzolla en Argentina. Y estoy influenciada por el tango, porque mi papá era una persona muy célebre en cuanto que quería que todos supiésemos la historia del tango en nuestra familia. En aquel entonces nosotros estábamos muy influenciadas por la música de los Beatles y nos costaba entender qué decían esas letras en el lenguaje lunfardo. Y él trataba de explicarnos y nos decía que como argentinas, a donde fuésemos, teníamos que entender qué era nuestra cultura y que el tango era de nuestra orilla y que no podíamos permanecer ajenos a eso. Así que en honor a mi papá, tengo este puente con Argentina y con Bélgica. Se expliqué en vez de moderno tango alternativo, es over en dancer, en Braue, es en new dancer. Gente tradicional de tango, Dan Carpader es un pequeño dancer van tango. Ese gente, that is la picadita, es en the mensen eating in tusen en danza, en other dancer mensen geven een soort tapas van España, is ook de ese. Ese expliqué. Mónica escribe en klein beetje en drie talen, se haar split over haar werken. Berta ook expliqué, omdat voor ons is een beetje moeilijk translatie de onze sprit over de sprit in België. Yeah. Is niet de dansen, is een beetje moeilijk. De sprit is de sensation. De notion. Geen verde werken van de Daniel Flores. Ik ga het in Nederland. De foto's van Daniel Flores, hij is de man die ik ontmoet heb toen ik in Buenos Aires zo gekeerd was en vriend geworden is met hem. Ce sont les photos de la personne que j'ai rencontré à Buenos Aires et dont je suis devenu un ami. Daniel Flores à la Plaza Dorrego en Santander. Want ik heb zelf de naam gekregen, mijn naam is Dirk de Brouwer, maar ze noemen mij Hinder Diego de Santelmo. Oh, Dirk de Brouwer, dat was wel Diego de Santelmo. Want ik woonde altijd in Santelmo wanneer ik dat in Buenos Aires kwam. J'habitais toujours Santelmo quand je vais à Buenos Aires. C'est ça. Het is heel belangrijk voor de taal.
Ja. En met Daniel, Daniel heeft eigenlijk zijn foto's eenvoudigd, zijn uitdrukkingen. Voor de foto's van Daniel, zijn expressie van het tango. Ja, zie, gewone houdingen van het tango. De positie normaal. En ook wat we van de tango altijd zeggen, het intieme, het sensuele. On dit aussi toujours du tango, c'est-à-dire l'aspect sensuel. L'aspect sensuel. Dus je ziet dat ook in die foto's. Que vous voyez dans, également dans les photos. Voilà. En de Daniel zit daar en trekt foto's. Hij is in alle milongas is hij aanwezig. En il est toujours là pour faire ses photos, partout il observe, il photographie. Het is ook een zeer goede tango danser. Het is een milonguero, een viejo milonguero. Een bon danseur de tango aussi, een milonguero. Viejo milonguero. Impossible de traduire. Je ne traduis donc pas. Taal dat is niet. Okay, congratulations. If you allow me, Mr. Ambassador, Your Excellencies, Mr. Ambassador, Mr. Consul, really welcome, samen met de vertegenwoordigers van de gemeente en van de gemeenschap, de cultuur, het gemeenschapscentrum De Maalbeek. Van harte gefeliciteerd. I would really am very proud to be able to say that together with all these families, together with all these institutions, we are able to show the artists what the way where they have to stand, not in their house, in the public area. So once again, congratulations for this evening. Congratulations at least, Leonor Villagra, for everything she has done to bring all these people together. Congratulations. Yeah.